Ja, op zich, weet je, ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik ging super lekker. En ja, weet je, eigenlijk wilde ik het nog wel uitslaan, maar ja, voordat ik zover kwam, toen trok hij zijn al terug. Dus dat was een beetje jammer. Dat was een beetje jammer, maar er komt een heel mooi gevecht aan in maart. Met? Nee, niet in maart. In mei? Ik hoop het, het ligt aan hem. Heeft hij nog geen ja gezegd? Hij heeft ja gezegd, maar hij probeert er nu een beetje weer omheen te ronden. Hij zegt, ja, ik wil eigenlijk eerst tegen iemand anders. Dus ja, het is een beetje moeilijk allemaal. Ze hebben allemaal een hele grote mond, maar op het moment dat het zover is, dan zeggen ze, nou weet je wat, laten we het december doen. Kunnen ze nog even rustig over nadenken. We hebben het trouwens over Remy Bojanski, voor degene die denkt waar we praten over. Maar jij zou het wel aandurven, dat gevecht in ieder geval. Ja, zeker, waarom niet? Ik ben de beste. Kampioen. Dus ja, weet je, we gaan lekker. Dus iedereen die denkt dat die beter kan,